verleden heb ik sport en bewegen gedaan, niveau 4, het mbo. En daarop zocht ik nog een aanvulling met voeding. Ik wilde mijn kennis verbreden en eigenlijk een totale pakket creëren. En ook voor mezelf, zodat ik dat kan aanbieden aan mensen die ik in de toekomst ga helpen. Vanaf de middelbare school hield ik me eigenlijk al veel bezig met voeding. Doordat ik over vraagstukken dacht als wat is nou gezond eten en op welke manier pas ik dit het beste toe tot mijn eigen leefstijl. Op een gegeven moment ging ik toch naar die open dag waarbij studenten daar me juist vertelden dat je bij deze opleiding niet alleen tot diëtist wordt opgeleid, maar breder. Je kan bijvoorbeeld ook bezig zijn met productontwikkeling en dat is precies wat ik wilde. Voeding in combinatie met creatief en innovatief bezig zijn. Als bijbaantje deed ik voedingsassistent en daar is eigenlijk mijn interesse voor voeding gewekt. Ik heb gekozen voor de Hogeschool van Amsterdam omdat het in Amsterdam ligt. En daarnaast biedt Amsterdam ook gewoon heel veel mogelijkheden qua stages. En is de sfeer bij ons op locatie ook heel erg fijn. Wat ik erg fijn vind aan deze opleiding is dat je zelf jouw eigen leerpad mag inrichten door modules te kiezen die jou aanspreken. Met het onderdeel productontwikkeling kan ik mijn creativiteit kwijt en bezig zijn met innovatie, waarbij duurzaamheid en gezondheid gewoon belangrijke rollen spelen. En zeker op het gebied van voeding is het bij dit onderdeel trial and error in de keuken. En tijdens de modules die dit onderdeel aanbieden, werk je ook heel veel in de keuken. Dus dat was echt superleuk. Marketing vind ik ook erg interessant, omdat je met vraagstukken bezig bent als hoe plaats je het product op de markt en hoe kan je jouw doelgroep bereiken? Het eerste leerjaar begint met een algemeen jaar. En na het eerste jaar maak je keuzes. In het tweede leerjaar heb ik de module voet en sport gevolgd. Omdat ik later de kant sportdiëtetiek op wil. En hierbij hebben we onder andere vochtmetingen afgenomen. En die zijn heel handig voor mij om later in het werkveld te gebruiken. Voet en entrepreneurship heb ik in het derde leerjaar gevolgd. Omdat ik zelf een eigen onderneming wil starten later. Tijdens deze module heb ik ook een beginnende start-up uit Amsterdam geholpen. Met een businessplan. Mijn studiecoach heeft me voornamelijk geholpen met het inrichten van mijn leerpad door samen met mij te kijken wat ik van de verschillende projecten en modules vond. Mijn coach kent mij ook erg goed en op die manier kon zij goede vragen stellen. Want vaak denk je wel te weten wat je allemaal wilt, maar zorgt een tweede persoon die jou kent ervoor dat je open-minded blijft. In deze stad is er een hele grote doelgroep waar gezondheidswinst te behalen valt. Momenteel loop ik stage bij de Bootclub in Zuidoost. Hierbij bieden ze leefstijlprogramma's aan waarbij de voeding centraal staat. En hier zorg ik voor de 1-op-1 consulten, waarbij ik met cliënten over voeding praat. En daarbij komen er ook metingen aan te pas, zodat ik kan monitoren hoe de situatie van de cliënt is. Daarnaast begeleid ik ook de groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende cursisten samen en gaan ze hun problemen bespreken en kijken hoe ze deze kunnen aanpakken. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht voor het Amsterdam UMC. Voor 6 weken lang hebben we meegelopen met de voedingsassistent. We hebben precies genoteerd wat de patiënt op dat moment heeft gegeten en heeft gedronken. En uiteindelijk hebben we al deze gegevens geanalyseerd en hebben gekeken of de patiënt genoeg calorieën binnenkrijgt en genoeg eiwitten zodat ze goed kunnen herstellen. Tijdens mijn opleiding heb ik veel praktijkopdrachten mogen uitvoeren, waarvan alle opdrachtgevers die ik heb gehad in de stad Amsterdam liggen. Ik heb dus ook veel contactmomenten gehad met de opdrachtgevers waarbij we dus op locatie mochten. En op die manier kreeg je tijdens het project een beter beeld over de opdrachtgever en ook het werkveld waarin je bezig bent. Wat ik het leukste vond tijdens mijn afstudeeropdracht was dat ik voor het eerst echt in contact kwam met verschillende patiënten. We liepen echt mee op de afdeling, dus je krijgt ook een indruk van hoe het eruit ziet in zo'n ziekenhuis. Na mijn studie weet ik nog niet zeker of ik de productontwikkeling of marketing kant op wil gaan. Beide spreken mij gewoon heel erg aan. Aan de ene kant lijkt me het heel erg leuk om sportdiëtist te worden. En daarvoor heb ik de post-HBO opleiding voor nodig. En anders lijkt het me heel erg leuk om als medisch diëtist in het ziekenhuis te gaan werken. Na mijn studie ben ik van plan om een eigen onderneming op te zetten. En ben ik aan het overwegen om een post-HBO tot sportdiëtist of een master gezondheidswetenschappen te gaan volgen.